Heb je misschien ook meegekregen dat Maxima een Feyenoord-sjaaltje had? Je wist niet wat hij aangehaald had. Heel Rotterdam die zal hem nu ontvangen als een grote held. Het zou me niet verbazen als hij dadelijk ook in de Kuip nog een keer het veld op komt gelopen. Je luistert en kijkt naar 2-4'tje met Aad, de wekelijkse podcast van soccernieuws.nl met presentator Eimert Pruis en Reke Wonder en meestervoorspeller Aad de Mos. Hola en welkom bij het vernieuwde 2-4'tje met Aad, de podcast met Aad de Mos. En is helemaal in een nieuwe jasje gestoken deze keer. Met allemaal nieuwe elementen en onderdelen, zodat we Aad nog scherper aan de tand kunnen voelen. Nou, veel is nieuw, zoals ook deze podcastmicrofoon. De vorige keer was het geluid zo slecht, zo hard, dat ik maar een podcastmicrofoon bij heb gehaald. En hopelijk doet hij deze keer wel hartstikke goed. Nou, we gaan even kijken of mijn magische krachten nog een beetje werken. Dus hocus pocus, Pilatus, pas, Aad. Nee, ik doe het niet. Wacht even hoor, misschien ligt het aan de microfoon. Aad, ben je daar? Doet hij het? Hoor je mij? Ja hoor. Hij doet het uitstekend. Yes. Kijk, en ook het beeld werkt ook weer helemaal mee. Hey Aad, lig je er goed bij? Uitstekend. Uitstekend, heel mooi. Heb je nog Koningsdag gevierd? Jazeker, eerst in Eindhoven. En later op de dag zijn we naar Oosterwijk geweest. En op de Vrijmarkt. En toen heb ik later heb ik via een livestream 538 met alle grootheden van het Nederlandse DJ-wereld heb ik aangehoord. Dus ik heb ervan genoten van 538 op Chargéveld in Breda. Armin van Buuren was als slot was top of the bill. En natuurlijk ook de band uit Den Haag Direct was geweldig. Lekker lopen dansen dus op het feest van de koning. Nou, ik ben er niet geweest. Ik heb het op livestream hier op het telefoon zitten kijken. Ah, oké. Nou ja, in de woonkamer dansen kan natuurlijk ook. Even kijken. Nou, Koningsdag is natuurlijk lekker geweest. Heb je misschien ook meegekregen dat Maxima een Feyenoord-sjaaltje om had? Ja, dat kreeg ze van die aardige man. Die hebben ze opgespoord. Ik heb net al het berichtje van die man gelezen. Die wist niet wat hij aangehaald had. Heel Rotterdam die zal hem nu ontvangen als een grote held. Het zou me niet verbazen als hij dadelijk ook in de Kuip nog een keer het veld op komt gelopen. Dus dat is natuurlijk wel een goede reclame voor Feyenoord in het algemeen. Ja. Ook als tegenpol van Willem-Alexander die van Ajax is, kwam dat natuurlijk ook heel goed uit bij deze viering. Ja, want Willem-Alexander heeft natuurlijk toegegeven dat hij van Ajax is. En Maxima lijkt nu voor Feyenoord te zijn. Dat was al eerder een beetje het gerucht. Wat vind je ervan dat het Koningshuis daar zo open over is? Van voor welke clubvoorkeur ze hebben? Nou ja, het is al, ik denk al 40 jaar bekend dat hij voor Ajax is. Ik heb hem zelf nog meegemaakt in de kleedkamer bij ons bij Ajax toen we kampioen speelden. In 82, 83, toen is hij bij ons in de kleedkamer geweest. Heb ik zelfs nog mooie foto's. Ik vind dat ook, de koning mag zich best uitspreken voor, als hij voor een club is, of het Feyenoord, PSV of Ajax is. Iedereen doet dat in het land, waarom zou hij dat niet mogen? Je hebt zelf natuurlijk bij Ajax en PSV gedaan. Heb je zelf eigenlijk een beetje een clubvoorkeur, als je durf je dat te zeggen? Ja, ik heb voorkeur voor ADO Den Haag. En de rest mag winnen, mag gelijk spelen. Mag kampioen worden. De sterkste wordt gewoon kampioen. Dan vind ik gewoon dat Feyenoord de felicitaties moet krijgen. En Ajax heeft in het verleden het mooiste voetbal gespeeld. Maar nu wordt het mooiste en het beste voetbal door Feyenoord gespeeld. Dus nog deze kant nog een aantal felicitaties voor Feyenoord. Dat zullen ze fijn vinden in Rotterdam, om dat te horen. Nou ja, goed, voor de mensen natuurlijk die nog willen subscriben en liken, dat kan natuurlijk als je hieronder even klikt. Dan gaat het allemaal helemaal goed komen. En dan gaan we nu meteen door naar het volgende onderdeel, het nieuwe onderdeel, Raad van Aad. Ja, in Raad van Aad geeft onze huisanalist ongevraagd advies aan degene die dat misschien dacht niet nodig te hebben, maar toch echt wel advies kan gebruiken. En dat zeker ook wel wat aan zal hebben. Dus luister goed, want advies heeft Aas deze keer voor? De leiding van PSV.
Ik zou geen dag meer wachten om het contract van Gabi Simons open te breken. En ik denk dat de Italiaanse zaakwaarnemster van hem daartoe bereid zou moeten zijn. Als PSV met een groot voorstel komt. Want deze jongen is voor de toekomst van PSV van groot belang. Ondanks zijn jonge leeftijd trekt hij de kar. En maakt het ook waar in de grote wedstrijden wat ik gezien heb. Dus wacht daar niet mee. Want ik denk dat hij dan als te laat zou kunnen zijn. Dat hij dan weer vertrekt naar zijn oude club Paris Saint-Germain. Of dat hij naar een grote club in Europa toe gaat. Hoe heet het? Die clausule van PSG. Weet jij daar wat van? Nou, ik denk dat niemand het weet. Maar dat het natuurlijk ook intern naar buiten uitstaat. Mm-hmm. Dat zij het recht hebben als eerste om hem terug te kopen voor 10 miljoen. Nou, dat is natuurlijk een schijntje. Dus ik denk dat PSG alles aan moet doen om hem te overtuigen om hier nog 2 jaar te blijven. En dat PSV probeert die clausule eruit te halen. Dat hij de hoofdprijs kan vragen over 2 jaar. Yes, nou heel bedankt Aad voor de supergoede advies. Hopelijk doet de PSV er wat mee. En dan gaan we door naar de stalen snor. Nou, in de stalen snor hebben we altijd een staalscherpe stelling die we aan Aad gaan voorleggen. Deze keer gaat het over, natuurlijk over de bekerfinale. Alles staat in het teken van die bekerfinale in de Kuip zondag tussen Ajax en PSV. Dan gaan er natuurlijk weer tientallen bussen van Feyenoord vol met, geen Feyenoord-fans, maar wel Ajax en PSV-fans deze keer die kant op. En elke keer is het natuurlijk weer in diezelfde Kuip. En dat gaat op zich vaak goed, soms ook niet. Maar het is een soort traditie geworden. Dus onze stelling is dan ook, de bekerfinale zal altijd in de Kuip moeten worden gehouden. Aad. Ja, het is natuurlijk ook het fijnste voetbalstadion wat we bezitten in Nederland. En dat is ook een traditie. Nederland zelf speelt daar graag. En uit eigen ervaring weet ik ook dat het een schitterend stadion is op het veld. Als je trainer bent of dat je speler bent of scheidsrechter bent. De omgeving van het stadion moet wel vernieuwd worden. Dat is een beetje te ouderwets. Feyenoord heeft naar mijn idee toch de boot gemist met Feyenoord City. Door geen nieuw stadion te bouwen. Maar Feyenoord Stadion is traditie voor goede wedstrijden van het Nederlands elftal. En ook voor een bekerfinale. Daar moet je niet aankomen. Nee, dus altijd moet hij in dezelfde stadion kunnen blijven. Sommige mensen roepen van oké. Waarom niet een van de twee filenisten in die stadions? Maar dat lijkt jou geen goed plan. Nee. Dat moet een neutraal terrein zijn. Dan mocht Feyenoord die bekerfinale halen. Jammer. Dan is het er maar zo. Ja, precies. Is er nog zoiets om? In Engeland heb je natuurlijk Wembley. Hè? Een soort onafhankelijk stadion waar geen enkele club speelt. Normaal gesproken. Is er nog zoiets om dat in Nederland te bouwen? Nou, dat moeten wij niet doen. We hebben hebben daar de centjes niet voor. En B, denk ik dat we de ruimte daar niet voor hebben. Ja, nee, inderdaad. Nee, dan gaan we gewoon lekker verder praten over die bekerfinale in Match of the Weekend. Nou, in Match of the Weekend bespreken we altijd de meest interessante, meest sexy wedstrijd van het weekend. Zoals natuurlijk het komend weekend. Ja, we kunnen er niet omheen. De bekerfinale. Ajax-PSV. Mocht je zelf trouwens mee willen praten, reageer even onder hierop in de reacties. En dan kunnen we er altijd na afloop van overlezen. En eventueel meenemen naar de volgende uitzending. Maar Aad, wat verwacht jij van Ajax tegen PSV deze keer? Nou, Ajax die zal proberen om beter voor de dag te komen dan afgelopen weekend. Dat lijkt me niet zo moeilijk, want slechter kan het bijna niet. Maar ik denk dat PSV favoriet is. En PSV... ik denk dat ze die wedstrijd ook gaan winnen. Ajax kan dat bijna niet meer herstellen. Een selectie van middelmaat. Het zijn allemaal eenlingen op het veld. Het is geen team. En grote wedstrijden winnen is een heel seizoen al een probleem geweest voor Ajax. En ik denk dat PSV zoveel vertrouwen heeft getankt uit die wedstrijd hier in Eindhoven door 3-0 te winnen. Dat ze die lijn doortrekken naar de bekerfinale in de Kuip. En Als ik zou moeten gokken, dan zou ik altijd mijn centen op PSV zetten. Ja, en Luc de Jong die zegt zelf ook dat hij de beker echt als een hoofdprijs ziet. Dat het eigenlijk net zo gevierd gaat worden als het kampioenschap. Vind jij dat ook?
Ja, nou ja, dat is, PSV had naar mijn idee dit seizoen natuurlijk de kans voor open goal moeten benutten. Door het mindere spel van AZ, het mindere spel van Ajax. En ze hadden ook in het begin van het seizoen gezegd, oké, we willen over Ajax heen. Nou, dat is je niet gelukt. Feyenoord heeft in vergelijking met alle clubs het beste ingekocht. Hebben ook naar mijn idee de beste coach. En daardoor is Feyenoord met grote stappen vooruit gegaan. En staan een straatlengte voor op de drie andere AZ, PSV en Ajax. Ja, ze hebben ook nog Gakpo laten gaan natuurlijk. Dat was ook een soort teken aan de wand in die transferperiode. En nog even over Ajax. Hoe slecht is Ajax op het moment? Is er echt een crisis of vind je het allemaal wel meevallen? Oh, het is echt een crisis. Want het is natuurlijk niet des Ajax. Ajax die bijna bij verlies moet gaan spelen voor de derde plaats te behouden. En dat zal natuurlijk ook niet makkelijk zijn met het programma wat ze nog daarna hebben. Ze moeten nog tegen Twente, ze moeten AZ, ze hebben Utrecht. Dus dat zou dit jaar wel eens een heel slecht jaar kunnen worden. Dus het is bijna een must om die beker te winnen, anders kom je in een vicieuze cirkel terecht. Ja. En dan het wat ik in een aantal maanden geleden voorspeld heb. Het zou best eens kunnen dat Ajax het slechtste seizoen uit de geschiedenis gaat halen. En dan afstevend op conference voetbal. Ja, en dan is Edwin van der Sar weg, zoals we lazen eerder. Nou ja, sowieso moeten de koppen rollen. Ik bedoel, dat is bij PSV, bij Feyenoord en bij AZ. Mm-hmm. Dat is bij Ajax niet minder. Eerst worden de zwakste schakels worden opgeruimd. Of moeten zelf opstappen. Nou ja, er is al sprake van het opstappen van en wegsturen van een trainer geweest. Er is een hoofdscouting, CQTD, weggestuurd, Hamstra. En ja, dan kom je al snel in de buurt van de hogere functies. Er moet wel iets aan gebeuren bij Ajax. En dat moet niet alleen met een bezem, maar dat moet met een grove borstel door die hele leiding moeten heen gaan om een gezonde situatie te creëren en Ajax weer op de kaart te krijgen waar ze thuis horen. Ja, inderdaad. Veel werk aan de winkel bij Ajax, in ieder geval alles of niets in die bekerfinale. Dan gaan we nog een heel klein uitstapje naar jouw geliefde België, want daar heeft natuurlijk ook de finale van de Crokey Cup en jouw oude club, KV Mechelen, waar jij ooit in de eerste de beker in de historie pakte daar, die staat ook weer in die bekerfinale. Ga je daar nog naar kijken? Absoluut. Die wedstrijd is om 2:30. Ja, die is mooi te combineren met onze bekerfinale, 4:15. CQ-verlengingen is dat 5:30 afgelopen. Dus wat er ook gebeurt, beide wedstrijden kun je zien. Mechelen is een outsider. Die hebben afgelopen week nog een goede wedstrijd gespeeld tegen Anderlecht. 3-2 gewonnen. Maar FC Antwerpen met Van Bommel heeft meer kwaliteiten. Lijkt mij de favoriet. Maar je weet, finales. Dat zijn altijd gevaarlijke wedstrijden, eenmalig. De vorm van de dag, scheidsrechtelijke dwalingen, fouten van keepers. Spelers die voor de eerste keer een finale spelen en je ziet ze niet terug. Dus dat is niet makkelijk voor de favoriet vaak. Mechelen heeft al eerder gestunt. Daar staan ze een beetje onbekend. Bekerfinales tegen Gent, tegen Brugge waren ze kansloos. Mijn KV Mechelen was ook kansloos voor iedereen toen tegen Ajax in Straatsburg. Dus dat zit een beetje in de genen bij Mechelen om vanuit een underdog-positie toch de prijs te pakken. Dus laten we het afwachten zondag. Ja, en moet jij dan niet eigenlijk daar naartoe zijn om de beker eventueel uit te reiken? Nou, dat zou ik ook bij PSV kunnen doen, bij Ajax. Dat zijn de vier ploegen gaan daar de finale in, waarvan ik de drie getraind heb. Dus ik blijf. Je bent niet gevraagd. Nee, zeker niet. Nee, ja, dat hoeft ook niet. Als je bij één ploeg of bij één wedstrijd gaat kijken, mis je de andere. En die finale is binnenkort. Dat is mooi. Ja. Ga je dan zondag gewoon lekker kijken voor de buis, of ga je nog naar het stadion toe? Nee, anders haal ik het niet. Dus ik kijk lekker voor de. En nou even nog twee voorspellingen. De uitslag bij laat eerst Mechelen tegen Antwerp. Dat wordt Antwerp wint via strafschoppen. Antwerp via strafschoppen. En dan wordt het na 120 minuten, hoeveel wordt het dan?
1-1. 2-2. 1-1, 1-1 doen we. Dan schrijven we op. En dan nog hebben we Ajax-PSV. Wat wordt de uitslag? 1-0 PSV. 1-0 PSV. Een magere 1-0. Maar wel een spannende finale dan, neem ik aan. Zeker, dat was die verleden jaar ook. Ja, inderdaad. Mooie 2-1 was het toen. En nu dus 1-0 voor weer PSV. PSV gaat dus voor die winst in de bekerfinale. Nou, heb jij nog een vraag voor Aad? Laat het dan hier even achter. En wie weet bespreken we het de volgende week. Natuurlijk, vergeet niet te liken en te subscriben. Even hier, kijk, hier staat mooi in beeld. Hier zo, ja. Kan je mooi even liken en subscriben. En dan krijg je weer een seintje bij de volgende aflevering. En natuurlijk ook, je kan ons ook allemaal volgen op, wat is het, TikTok, Instagram, Facebook. We zijn net als jou overal, Aad. Ja, en vergeet Twitter niet, hè. Twitter, dus overal Twitter natuurlijk. Ons volgen, zeker weten. Staat er allemaal op. Helemaal goed, helemaal goed. Hey Aad, ik wens je een hele fijne zondag. En we spreken elkaar volgende week weer. Adios. Adios. Tot ziens, hè.